nog 6 vrijgezelle vrouwen. Kijk, dus er zit één geel erbij. Die heeft een zomer gehad. Drie, heerlijk. Alleen het wachten is nog wel daar. De draagtijd is ongeveer 18 maanden. Dus we verwachten eind van dit jaar een aantal jongen. Dat zou goed nieuws zijn, want het is een ernstig bedreigde diersoort. Waar we actief dus samenwerken met andere dierentuinen om dieren te koppelen. Het is zelfs zo dat wij een van de weinige dierentuinen zijn in Europa waar succesvol jongen worden ter wereld komen en groot worden gebracht. Heel veel dierentuinen lukt het niet om de vrouwen vruchtbaar te krijgen. Of dat de vrucht aanslaat, of het jong goed eruit gebracht. In ieder geval, soms is het zelfs zo dat wij een vrouwtje uit een andere dierentuin hier krijgen, als uithuwelijking. En dan blijft ze hier en dan gaat ze terug met jong naar een andere dierentuin. Dat wordt soms wel eens gedaan. Op de een of andere manier zijn wij vrij succesvol in het krijgen van naakstof van neusvondjes. Waar ligt dat aan? Geen idee. Waarschijnlijk de ruiten. Maar dat is niet wetenschappelijk. Dus wij hebben gewoon geluk. In ieder geval, daar zien we Helena. Helena is de jongste. Die is meer dan 2 jaar oud. En hopelijk aan het einde van dit jaar dus weer een nieuw spul. Wilt u een andere kleine baby? 160 kilo, andere kleine baby?